Beste kijkers, namens Stichting Ter Klinke heet ik u allen hartelijk welkom bij de eerste uitzending van de Toren van Tunar. Een initiatief van de vorig jaar opgerichte Stichting Ter Klinke. Het muziektheaterstuk vindt plaats hier op de Klinke, een schilderachtig, prachtig natuurgebied met groene weiden en mooie bossen en met veel beuken en eikenhout en andere flora en fauna. Met de drie gangmakers van het eerste uur, Gerrit Hegen en Harm Dijkstra uit Sleen en Jan Kruiming uit Oosterhesselen, blikken we vooruit op de Toren van Tunar die in september in 2019 vijf keer hier in deze mooie locatie zal worden opgevoerd. Het is een oprechte wens om met dit prachtige gebied de Klinke om door eens een keer heel wat moois te maken. Een mooie grote productie, een muziekspectakel. En die vorige musicals waren prachtig mooi, maar die waren maakt met 50, 60 man, dat was al heel wat. En we waren hier met meer dan de dubbele, met zeker 120 man. We hebben natuurlijk voor deze productie hebben we mensen nodig die zingen kunt, maar we hebben ook acteurs nodig. En we hebben mensen nodig die heel creatief zijn met de handen, die wat maken kunnen. Want dit is nog, ja, dit is al een prachtig decor natuurlijk. Maar dit decor met in een hele korte tijd veranderen in hoe was het in 1400 en 1900 zag. Dus de grootte en het aantal mensen en de locatie en zo, dat moeten we allemaal nog ervaren hoe we dat het beste kunnen uitwaren. Dat is ook wel even spannend, maar dat is ook wel weer interessant om nummer aan te gaan en eens kijken hoe dat uitpakt. En ik ben er niet bang voor dat het niet goed wordt. En we zoeken ook wel de extra deskundige hulp die ons erbij assisteert. Dus we staan niet helemaal alleen ervoor, maar ik heb er wel vertrouwen mee dat het goed wordt. De grootste uitdaging is om alles op het goede moment op de goede plek te krijgen. En dat die allemaal gemotiveerd bent en dat die allemaal precies op het goede moment doet wat ze moet doen. Op het allerbeste. Ja, en dan van mijn kant dan gewoon alleen maar goed gaan. Ja. Het is een verhaal wat een beeld geeft van de geschiedenis van dit prachtige gebied. Het is een van de mooiste decors die je kunt voorstellen. Het is unieke muziek die naar Noord-Ierland gespeeld is. Het wordt dan de mensen uit de regio. Het gebeurt in de streektaal. Het is een unieke, pure, geweldige, mooie productie. Het wordt echt een avontuur. Het zal verschrikkelijk zullen zijn dat je dat dan niet krijgt te zien. En ik hou van deze streek. Ik vind het prachtig om hier te wonen en ook te werken. En ik geniet ook van de cultuur. En dat heeft een hele grote impuls gehad met de beide producties die we met de gemengde zangvereniging in 2008 en 2014 gemaakt hebben. Nou ja, we hebben de stichting Ter Klinke is opgericht en dat is een stichting die eigenlijk de Drentse taal wil bevorderen, de Drentse cultuur en de Drentse taal wil bevorderen. We hebben ook een stukje courage en diverdatie. Courage is moed, durf en diverdatie is vertier. En we zoeken toch een klein beetje de uitdaging op. En we vinden angst een slechte raadgever. En dat is de reden dat we zeggen met elkaar van, we gaan toch voor een mooie productie. Maar we wilden eigenlijk ook de streek aan zich promoten, hoe mooi het hier is, met een educatieve wandel- of fietstocht. We wilden eigenlijk door de historische vereniging bij betrekken, omdat we denken dat je zonder historie geen toekomst hebt. Maar we laten het heden en de toekomst metlopen in dat verhaal. Ja, nou dat bestuur dat is werkelijk waar. Dat is een prachtig mooi bestuur met wat je zegt, daar zit echt bestuurskracht in en mensen die je wilt. Dat heb je nodig voor zoiets. Het is een productie die gemaakt wordt door vrijwilligers en door amateurs. Maar dat met heel veel kosten. Het decor en het licht en het geluid, waar we helemaal niks op toeleggen wilden. We willen dat gewoon heel goed voor elkaar hebben. Dat kost heel veel geld. Dus we zijn heel druk bezig met het werven van fondsen. En dat loopt eigenlijk als een tierenlier, om maar kort en bondig te zeggen. We hebben ook al een aantal mensen die hebben donaties gedaan. En mensen die zich geroepen voelen om te doneren voor deze mooie productie. Die roepen we van harte op om een donatie te doen.